Goedemiddag lieve vrienden, ja het is weer een nieuwe dag. Dus welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Gisteren was het zondag 3 maart, dus vandaag is het maandag 4 maart. Gisteren 3 maart heb ik niks gedaan, ook niet gevlogd, niks. Stond mijn hoofd niet bij, want gisteren was het 2 jaar geleden dat ik mijn mannetje heb weg kunnen brengen met genodigden naar het crematorium om te laten cremeren. En een maand later konden we hem dus weer gelukkig ophalen, maar dat is toch altijd anders dan wanneer men nog in leven is. Ga je even naar de kant, want Frodo wil naar binnen. Ja, het is rond weer, het is bang. Ja, loopt hij weer weg? En hij is al verstout. Nou ja, komt zo wel. Maar in ieder geval, wat ik zei, ja, dat is dus allemaal niet leuk. En ik word nou wazig. Is ook niet leuk. Ja. Maar in ieder geval, we proberen toch weer verder te gaan nu. Gisteren, was ook niet aangekleed. Ja, mijn huispak had ik aan. En ik had mijn haar gewassen, voor de rest bekijk het maar. Ik heb wel vlogs in elkaar gezet en naar YouTube gebracht. Nou, kom op dan. Je doogjes, hoe het waait. Ja, gaan we liggen? Oh, wat denk je? Ik ben Snikkie, ik ga erop leggen. Kan niemand het zien? Dan draai je toch straks om, want dan moet het toch behandelen, hè? Ja. Ah, meneer, die was je eigen weer aan het bijten aan de andere kant. Daar legt meneer nou op. En dan op die zijflank. Maar dan aan de andere kant zat meneer te bijten. Dus moet ik even kijken wat de schade is. Dat heb ik nog niet kunnen bekijken. Dus dat zal ik straks eventjes doen en dan even kammen. Maar hij heeft dus eventjes een pakje zo de mieter van me gehad. Moet hij er maar vandaan blijven. Straks weer geen haren op zijn kont. En zoals die jodokus, die vreet zich ook kaal. Al die lichte vlekken, dat is dus nog wel haar, maar heel dun. Ja, je bent raar bezig. Waarom doen jullie dat toch? Nou ja, oké, het zal wel aan het weer leggen, denk ik. Ik weet het ook niet. Ik zie ons mensen ons de haren er al uitplukken met weersveranderingen. Doe je toch ook niet? Maar ja, wie zijn wij? In ieder geval, ik ga een bakje koffie maken. Oh ja, het is vandaag maandag en jullie hadden Astrid natuurlijk hier verwacht, maar die kon vanmiddag niet. Die kreeg weer iemand van de woningbureau, geloof ik, op bezoek of zo, iets dergelijks. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Dan komt ze vrijdag wel weer. Is ook wel eventjes lekker een dagje zonder haar. Ja hoor, maakt niet uit. Ik weet het even niet. Ik weet het even niet, ik ga een bakje koffie maken, dat is wat ik wel weet, ja. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag, ondanks dat het rot weer is, want echt lekker weer is het niet. En ik denk dat dat ook bij een heleboel mensen juist het probleem is, dat we nergens zin in hebben. Want ook dat hoor je regelmatig, want vanochtend vroeg rond een uur of 19:30, 19:45, ik lag nog bed en ik werd wakker door dat gekwek. Twee dames hier voor me raam, kwek hè. Ja, ik ben zo rillig en ik ben zo moe steeds. Ze zegt, en als het mooi weer is, vind ik dat lekker en dan geniet ik volop. Maar met dit slechte weer, daar heb ik nergens zin in. Ja, ook jij al. Nou ja, ik ook. Nou ja, dat gekwek ging maar door een half uur lang. Jeetje, loop door en dat een half uur dat je stilstaat. Als je dan doorloopt, ben je ook gelijk bij de desbetreffende winkel waar je boodschappen moet doen. Of wat dan ook, maar ja. Zo vroeg, waar moet je dan al boodschappen doen? Dan is er nog geen winkel open hier hoor. Nee, hier is er nog niet open. We gaan niet vechten hier, want dan ga ik even meedoen. Ewin, jij bent dan wel de liefste van het zootje, maar nu ben je stout van het zootje ook. Pas op hoor. Is het foei? Ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van alles. En tot later. Doei, doei. Ja,
lieve vrienden, ik was vanmiddag er niet aan toegekomen om eigenlijk nog weer te filmen. Dus ik heb maar één filmpje voor vandaag. Maar het maakt niet uit, ik kan de pret niet drukken. Komt er gewoon weer een dag erbij. Ja hoor. Wel heb ik telefoon gehad van, hoe heet het? Zo weet ik hoe dat bedrijf heet. T-Zorg, juist. Dat Rebecca, die komt morgen weer en die komt donderdag weer, maar ik ga wel even met Rebecca om de tafel zitten. Want ik vraag me af of ze het allemaal wel weer aan kan, lichamelijk, want ze heeft lichamelijk ook een klap gehad natuurlijk. Dus ik ga wel met het bepraten van, laat Carmen ook nog een paar keer komen, mijn paar 3 tot 4 keer. Dat ze even weer wat kan wennen ook aan de werkzaamheden. He, dus daar ga ik mee rondom de tafel en daarna zal ik T-Zorg weer terugbellen, dat heb ik ook beloofd. Dus dan doen we dat maar en we zullen het beleven. Nou, en Karen die heeft gebeld, die hadden vandaag natuurlijk ook niet zo'n leuke dag, die hadden vandaag een crematie. Maar ja, oké, dat hoort allemaal bij het leven, hè? Ja, dat behoort er allemaal bij. Ik ben nu bezig een filmpje aan het uploaden naar YouTube. Die heb ik vanmiddag aan het renderen geweest. Nu wordt hij geüpload. De diertjes hebben al eten gehad. En nu ben ik eindelijk aan de beurt om te gaan eten. En ik heb geen zin in echt te gaan koken rellen of wat dan ook. Er staat wel wat afwas. Dat vinden vaders wel. Maar ik heb het anders, dat heb ik jaren niet meer gehad. En dat ga ik nou lekker eten. Wat is dat? Kijk maar. Zien jullie dat? Ik geloof het wel, hè? Ja. Dat ga ik eten. Dat lijkt me wel eens een keertje weer lekker. Dus we gaan daarvan genieten. Met een bakje koffie erbij. En een wijntje erbij. Kaarsjes heb ik klaar. Placement heb ik al leggen. Dus dat komt goed. Ja, Frodo, die heeft zijn kap dus weer om, want die heb ik aan het behandelen geweest. En hij moet nou maar weer even voorlopig zijn kap om, wanneer ik hem niet in de gaten kan houden. Hé? Ja. En als ik dan bezig ben, dan zie je hem niet altijd, en dan doet hij heel snikky. Is hij dan lekker bezig? En dan, je dokus. Dan kan hij zo snacky wezen, die meneer. Ja, ik heb het over jou. En dan, voordat je het weet, dan is het weer te bloeders aan toe. En dat moet maar niet. Nee. En ons prinsesje. Mrauw, mrauw. Is dat zo? Is dat zo, meisje? Mrauw, mrauw, hè? Ja. Mrauw. Ik hoop dat jullie in ieder geval een fijne avond zullen beleven. En met God zegen zal het vast en zeker wel lukken. Ja. En maak er wat van. En ik zou zeggen, tot strakjes. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd om naar bed toe te gaan. Het is even zien op mijn horloge, 2:05. Frodo, ligt het eigenlijk daarop van, gaan we of gaan we niet? Gaan we of gaan we niet? Maar ik heb met nog eentje te maken. En die ligt achter mijn beeldscherm van mijn computer. Mijn eentje Gandalf. Hé? Joh. En Eeuwen die zit al achter de deur en die roept al van, waar blijven jullie? Hé? Ja. Dus wij gaan lekker naar bed. Morgen komt Rebecca morgenochtend. Dus moet ik er al bij tijd eruit wezen, want die komt om 10:00. Dus ja, veel slaap zal ik dan wel niet hebben, maar dat doet er niet toe. Dat doe ik mezelf aan. Niet helemaal waar. Nee, ze waren weer aan het trekken, als het ware, op Facebook. Maar ja, dat komt ervan, als je groepen hebt, dan moet je die ook beheren. En ik doe dan de avonduren. En Astrid doet het overdag, dus ja. Ons te beurt, hè. Maar komt goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie nachtrust en tot morgen. Doei, doei.